Vijf componisten kregen van de Cello Biennale de opdracht om een compositie te schrijven. Met twee voorwaarden. Het moest voor cello's en slagwerk zijn. En de hele compositie moest op één pagina passen. Een compositie op één pagina. Hoe ziet dat eruit? Dat was een stuk van Hilary Jeffery. Voor hem is het een soort zen-stuk. In 30 seconden tijd krijgen we één box te spelen. Dus die één speler heeft het zo, het andere zo. We zijn met zijn vieren. Heel veel flageoletten wilden hebben, heel veel zachte noten. En de verticale lijnen zijn meer van de pizzicato of con legno. Het is een spannend avontuur. We kregen twee motten te zien op een papier. Dus het was een echt avontuur. Omdat wat doe je met zoiets? Eigenlijk, het vraagt heel veel improvisatie. We moesten de kleuren, de structuur, van die één kant volgen naar het ander. En dan bestaat er op het moment iets, denk ik, heel bijzonders en mooi op het podium. Want het is niet iets wat je echt kan plannen. Ja, dat was een stuk van Brendan. Eigenlijk hartstikke leuk. Het was een spel. We waren met zijn tweeën, een percussionist en een cellist. En elk groep moest kiezen waar ze beginnen. Dus bijvoorbeeld als je hier begint, dan zijn deze de manieren hoe je daar naartoe kan. En op het moment dat we hier kwamen, moesten we een zilverpapier op het instrument zetten. En dan had het natuurlijk een speciaal effect. En het eindpunt, je moet blijven volgen de lijnen. En de groep die hier is gekomen, heeft gewonnen. 2 jaar geleden ontving Anner Bijlsma hier op de Cello Biennale een oeuvreprijs. De Anner Bijlsma Award. Het geld van deze prijs is bedoeld om te besteden aan talentontwikkeling. En de research die de volgende cellist deed, is mogelijk gemaakt door deze prijs. It was economical support to develop this research, basically. Anner Bijlsma was the first performance from the first generation of early musicians in Holland, who actually record this partly of this repertoire. And thanks to him, I start to be curious and to fall in love with all this repertoire. So I kind of try to continue what he has done kind of 30 years ago for me. This repertoire is the oldest music written for the bass violin, which started out of that time to be called violoncello, what nowadays we know as violoncello. There were two types of bass violin, one small, which was called violoncello, and the bigger, which was called violone. In the library I found unpolished, of course, manuscripts where the cello part is prominent, it's quite important. The pieces I play with a big cello, with a violone, the first piece was the first time ever in the world. First time ever played, yes, today? Exactly. Wow! For me it's an honor to take somehow what he has left and open to the new generations, so I'm very honored to continue this line. Zelfs al lukt cellospelen hem niet meer, Anner Bijlsma draagt nog graag zijn kennis over aan een nieuwe generatie cellisten. Dat deed hij vanochtend hier in het BIM-huis. Which is actually the theme of this whole movement. Muziek is zoiets ongelooflijks. Je speelt een paar noten en ineens gebeurt er iets. Je zit in je kamer, je zit met vrienden het strijkkwartet van Ravel te spelen. Er is niks aan de hand hoor. Ineens lijkt het of het behang beweegt en of je ergens heel anders bent gekomen. Dat is ongelooflijk. Dat is muziek. En dat moment moet je dus eigenlijk altijd proberen te vinden, ook in zo'n masterclass of hoe je het dan wil noemen. Ja, je ziet, it's such a pleasure to bow. Wat wilde u de muzici graag meegeven? Eigenlijk dat je muziek maakt met je rechterhand. Die andere hand, die knijpt de nootjes helemaal af. Maar de rechterhand is degene die natuurlijk het dichtst is bij jouw eigen adem, bij je eigen lichaam. But you could then, at the end of that note, maybe a trifle, a little bit of vibrato. We zijn dus samen bezig. En het is heerlijk als je dat dan doet. En je zegt iets, je weet ook niet hoe het eraan zal komen.
En je ziet dat die ander er iets mee doet. Hoeft niet eens hetzelfde te zeggen wat je zegt hoor, maar die doet er iets mee en dan komt het ineens tot het leven. Ja, en de laatste noot, I should feel a little contentment. So, ja, dat is wat beter. Hoe is het voor u deze cello biennale? Ik ben hier dus voor de zesde keer en ik vind het geweldig. En ik heb ineens het gevoel dat ik hier ooit nog de eerste noot gespeeld heb van die zes keer. Niet dat het zo bijzonder was, maar daarna kon ik niet meer spelen, dus dat was voor mij een beetje bijzonder. En dat was de eerste cello biennale en de eerste suite, soms om 8:30, ver vroeg hoor, maar goed. En dat is dus alweer 12 jaar geleden. En we zitten er nog. Ja.